welkom bij een nieuwe video. Zoals je hebt gezien, ik ben lekker in Antwerpen. Ik ben 2 jaar geleden ook in Antwerpen geweest. Toen heb ik daar ook een video van gemaakt, een hele leuke video geworden. En nu dacht ik, ik wil weer gaan. Ik ben weer lekker in mijn eentje. Alhoewel, niet helemaal alleen, want morgen komt Zoe een dagje langs. En zaterdag komt Patricia een dagje langs. Dus ik ga ook heel veel leuke dingen met vriendinnen doen. Maar vandaag ben ik even alleen. En zondag als ik weer naar huis ga, dan ben ik ook nog alleen. Wat ik ook wel lekker vind. Gewoon even tijd voor mezelf. Ik ben nog een beetje buiten adem, want ik moest bij de B&B al die trappen op. Dus het was nog wel een stukje en het is wat warmer dan ik had gedacht. Ik ga het niet al te lang maken nu, want het is ondertussen 2:50. Ik ben iets over 10 en ben ik thuis weggegaan. Dus ik heb er al wel een reis op zitten. Maar ik wil eigenlijk graag nog vandaag naar een museum toe, waar je binnen 90 minuten wel doorheen kan. En ik wil daar eigenlijk over een half uurtje al wel zijn, om 2:30. Dat ik gewoon even de tijd heb om daarheen te gaan. Dat is het Red Star Line Museum. En dat gaat over migratie en dergelijke. Ik weet het niet precies. Ik kan jullie er straks meer over vertellen als ik er geweest ben. Maar ik zag op TripAdvisor zag ik dit staan en het kreeg hoge reviews om heen te gaan. En ik dacht, dat ga ik doen. Daarna ga ik lekker een hapje eten ergens. En vanavond denk ik nog even, of vanmiddag misschien voor het eten, ergens lekker in het zonnetje zitten met mijn boek. Ik heb Beetroot meegenomen, dus die wil ik lekker gaan lezen. En ik heb vanmiddag in de trein heb ik al lekker een heel stuk gelezen in de Chirurg, een thriller. Dus ja, gaat eigenlijk wel lekker. Ook ik heb het echt heel erg warm. Je merkt wel, dit is een zolderkamer en het is hier wel echt heel warm. Dus ik ga zo even, nu staat het gordijn een beetje open, dat het een beetje licht is, maar ik ga het gordijn zo even dicht doen. Dus laten we gaan. Ik heb de fiets al gehuurd, dus als het goed is kan ik zo'n Antwerpen stadsfiets zo gaan pakken en dan lekker richting de kaaien gaan fietsen. Ik denk dat dat nog wel een 20 minuten fietsen is misschien, dus ik ga het zo nog heter krijgen. Maar goed, even deo uit mijn tas halen en dan moet dat allemaal goed komen. Dus, let's go! Net weer thuis op mijn B&B kamer. Ik was een hotelkamer. Nee, dit is gewoon geen hotel. Dit is gewoon een Airbnb. Zoals je hebt gezien, ik heb een hele leuke dag gehad. Eerst dus met de trein hierheen geweest. Dat duurde allemaal wel eventjes. Toen had ik nog even gefilmd hier. En toen heb ik de fiets gepakt. En toen ben ik richting de kade gereden. En daar ben ik naar het Red Starlight Museum gegaan. Dat gaat over Red Starlight. Dat was een, hoe heet dat?
Ik weet niet eens hoe het heet. Maar dat je dus met de boot naar Amerika kon gaan. Een beetje dat waar mensen van de Titanic opstapten, zeg maar. Zulke soort boten hadden ze van die schepen die in 1800, 1900, volgens mij heeft het tot 1934 of zo heeft het gevaren. Dat zij mensen dus naar New York en naar Canada gingen brengen. En dat museum gaat dus over die migratie, over hoe dat destijds ging, wat voor controles ze moesten doen, allemaal desinfectie, de koffers die die mensen destijds meenamen, maar ook de verhalen waarom gingen mensen emigreren en hoe ging dat dan en hoe streng was dat en wanneer werd je geweigerd en dergelijke. Dat was echt wel heel erg interessant. Er stond online dat een gemiddeld bezoek 90 minuten duurde en ik was er nog best wel snel doorheen gegaan, maar ik ben echt, denk ik 2 uur, misschien wel 2,5 uur wel bezig geweest. Dus ja, ik vond het echt wel een heel erg interessant museum. En toen ben ik daarna een stukje gaan lopen en toen kwam ik een tentje tegen, Alice Burger geloof ik. En ik weet dat toen ik, nou ik denk 7 jaar geleden of zo, 8 jaar geleden in Antwerpen was, dat ik toen ook bij een deel van die franchise toen had gegeten. Toen vond ik het heel erg lekker. Dus ik dacht, ik ga lekker daar zo'n hamburger eten. Maar ik vond hem een beetje tegenvallen. Ik had de Surf and Turf burger genomen. Maar ik weet niet. Ik dacht, ik neem een keer wat anders wat ik normaal niet neem. En ik had gewoon bij mijn standaard burger moeten blijven. Want ik vond de saus die erop zat niet heel erg lekker. Maar goed. Ik heb opgegeten. Ik heb alsnog wel lekker gegeten. Toen ben ik daarna een stukje gaan wandelen langs de kade overal. Want ik was op zoek naar een plekje waar ik gewoon even met mijn boek kon gaan zitten. Maar ik kon niet echt een plekje vinden, want in de zon was het echt wel heel erg warm. En toen ben ik uiteindelijk bij een parkje uitgekomen waar allemaal kinderen aan het spelen waren met water. En dat was, ja, een beetje zo'n waterparkje was dat. Dus ik heb daar even gezeten, maar ik kan niet lezen als er allemaal geluid omheen is. Dus ik heb toen maar gewoon genoten van al die spelende kinderen. En lekker even wat gedronken daar. En toen ben ik weer terug hierheen gefietst. En ja, het is 7:15 nu. Ik denk dat ik lekker in bad ga. Ze hebben een bad hier. Ik voel me altijd wel een beetje bezwaard. Want deze hele kamer is gewoon van mij. Maar de badkamer is dus gedeeld. En ik weet niet of die badkamer nou gedeeld is, dat ze nog een B&B-kamer hebben, dat ik hem daarmee deel. Of dat die badkamer gedeeld is van de mensen in het huis. Maar ik ben dan een beetje bang dat ik die badkamer te lang bezet hou of zo. Maar ja, er is een bad en ik ben heel erg bezweet, want het was echt heel erg warm vandaag. Dus ik wil eigenlijk wel gewoon even lekker in bad. Dus ja, hij is er niet voor niets. Als hij er is, dan mag ik ook wel gebruik van maken, denk ik. Dus dat ga ik doen. Nou, dan zou ik rond een uur of 9 wel weer terug zijn hier. En ik denk dat ik dan gewoon lekker even B&B van Liefde ga kijken. Gewoon even lekker. Of misschien Hartstopper. Hartstopper staat ook op Netflix, nieuw seizoen. Daar kan ik ook nog gaan kijken. Goed, ik denk er even over na. Ik, morgen dan komt Zoe, maar die komt pas in de middag. Dus ik ga in de ochtend denk ik morgen even ergens ontbijten en dan gewoon lekker zelf even de stad in. Maar goed, dat is morgen. Ik zie jullie morgen. I find myself that I'm still with you. I used to do my damn thing. Waking up in and out of strangers' bed. But now I know I'm the one who always been with you. In and out without a menu. In and out we gotta do. Oh baby, as long as I can serve you with my love. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en ik ga de stad in met de fiets en dan even op zoek naar plekje waar ik rustig kan ontbijten. Dus let's go. I used to wake up smelling like dumpster. Ketchup stain in my new shirt.
Twice more chopped and grilled than from now. Now I know I'm the one who'll always be with you. In and out without a menu. In and out, we gotta do. As long as I can serve you with my love, as long as I can turn into real beast mode, make you fresh love all night, just like the first time. As long as I can serve you with extra love, and I won't know it all the night. I always want you some more. Is this the one I gotta keep it wrapped? The one I gotta keep. Wondering you felt the same. Till my day comes, I'll be waiting you up all night. Is everything alright? Yeah. Tell me everything you want, my love. Though it feels rushed, I'm not making any instant love. It's just so, so love. As long as I can turn into real beast mode, making fresh love all night, like the first time. As long as I can serve you with extra love, and I won't know it all the night. We can give up that I'm still with you. I used to do my damn thing, waking up in and out of strangers' bed. But now I know I'm the one who always be with you. In and out without a menu. In and out we gotta do. Chopped and grilled and from now. Now I know I'm the one who'll always be with you. In and out without a menu. In and out, we gotta do. As long as I can serve you with my love, as long as I can turn into real beast mode, make you fresh love all. Nu vrijdagavond, een uur of 8 en oma is moe. Maar ik moet ook zeggen, ik ben vanochtend om 9 uur ongeveer, misschien nog wel iets eerder, hier de deur uit gegaan. En ik ben nu om 8 uur weer terug, dus het is ook wel een hele lange dag geweest. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Vanochtend eerst even gewoon in mijn eentje gaan ontbijten, even een ontbijtplekje opgezocht. Heerlijk, lekker croissantje gegeten met een cappuccinootje. En toen ben ik daarna in mijn eentje nog even een beetje de stad in gegaan.
maar niet echt superveel. Vooral gewoon een beetje rondgelopen. Toen om 12:30 was Zoe er. En wat hebben we toen gedaan? We zijn wat winkels in geweest. Ik heb wat dingen gehaald, maar dat zal ik zo even laten zien. We hebben geluncht, we hadden een zo'n tapas plate, zeg maar, met brood. Dat was wel heel erg lekker, maar dat was echt een wespenplaag. Dus dat was wel wat minder. We zijn naar die erfgoedbibliotheek geweest. Dat was echt zo ontzettend mooi. Normaal is dat dus niet open voor het publiek. Alleen als je echt in grote groepen bent van de universiteit of in zo'n hele grote rondleiding of zo of iets. En nu deze zomer waren ze dus wel open voor individueel publiek. En dan kon je een kaartje kopen, volgens mij 8 euro per persoon. En dan kon je daar gewoon die erfgoedbibliotheek in. En ze hadden daar ook een soort van tentoonstelling van een aantal schilderijen. Nu moet ik zeggen dat mij dat persoonlijk ietsjes minder interesseerde. Ik ben niet heel erg van de kunstgeschiedenis, maar Zoe vond dat wel hartstikke leuk. Dus dat kwam mooi uit. Kon zij zich daar heel mooi mee vermaken. En ik stond ondertussen met zo'n vrouw te kletsen die daar werkte. En die kon me even wat dingen vertellen over waarom bepaalde namen overal stonden. En waarom er sommige papiertjes wit tussen zaten en zo. Maar het was echt heel tof, want als je daar binnenkomt, het is gewoon hartstikke stil. En nou ja, in het begin wel, aan het eind waren er allemaal mensen aan het praten. Maar dan die vloer, zo'n houten vloer. En die kraakt dan helemaal, hoor je helemaal onder je kraken. En dan had je zo'n audio dingetje wat je dan tegen je oor kon horen. En dan kon doen en dan kon je dan scannen. En dan werd er wat over verteld. En gewoon allemaal super oude boeken. En dan die geur van die hele oude boeken. Vond het wel echt heel interessant. En die vrouw die vertelde dus ook dat deze boeken, dat je die ook gewoon nog kan inkijken in de leeszaal als naslagwerk. Voornamelijk mensen die onderzoek doen of iets. Die gebruiken die boeken dan. Dus ze worden soms ook gewoon nog echt gebruikt. En ik dacht, als ik alleen naar kijk, dan vallen ze al uit elkaar. Maar dat was wel echt heel erg mooi om te zien. Dus ik ben blij dat we daar zijn geweest. Daarna gingen we nog even wat drinken. Hebben we een spelletje gespeeld. En toen zijn we lekker sushi gaan eten bij dezelfde tent waar we 2 jaar geleden ook sushi waren gaan eten. Omdat we gewoon wisten dat het heel lekker was. Alleen, we twijfelden, want we hadden zo'n boot. In Nederland heb je gewoon overal all you can eat. Maar blijkbaar in België niet. Want hier hebben ze van die boten. En de vorige keer hadden we zo'n lekkere boot. En Zoe zei, dat is deze. En ik zei, nee, dat is niet die. Want hier zat zalm en tonijn. En toen, ik had nog een foto op mijn Instagram staan van de vorige keer. Dus toen kwam die ober langs en die vroeg, ja, wat willen jullie hebben? En toen liet ik die foto zien en toen zei ik, ja, ik wil dit. En toen zei hij, oh ja, dat is deze boot. En toen had Zoe toch gelijk dat het die boot was. Maar het was echt wederom weer ontzettend lekker. Heel erg van genoten. Zelfs zo erg dat ik daarna geen zin meer had in een toetje. Maar nu heb ik ergens een beetje spijt dat ik geen wafel heb gehaald. Maar ja, ik zit niet midden in het centrum, dus ik ga ook niet nu weer terug om mijn wafel te halen. Ik ga zo gewoon lekker douchen en dan gewoon weer lekker serietje kijken. Gisteravond heb ik ook gewoon lekker Desperate Housewives gekeken hier zo. Ik kan nog in mijn boeken verder gaan lezen, dus wat dat betreft vermaak ik me ook wel gewoon lekker op de kamer hier. Dus dat. Over boeken gesproken. Ik ben een klein beetje gaan boekshoppen. Ik was bij Stad Leest. Nu weet ik nog van de vorige keer dat ik dat echt een hele mooie boekhandel vond. Het is wel iets meer een literaire boekhandel dan een populaire boekhandel. Ze hebben bijvoorbeeld niet zo'n TikTok-tafel. Maar daar was ik ook wel blij mee dat ze niet echt een TikTok-tafel hadden. Maar ze hebben dus een hele mooie slogan. In books we trust. Dat vind ik echt heel erg tof. En daar heb ik een paar dingetjes gehaald. Ik heb sowieso, één ding moet ik niet laten zien. Want dat is een cadeautje. Dus dat, een cadeautje, het is een kaart. Maar die ga ik even niet laten zien, want misschien gaat diegene wel een video kijken. Toen kocht ik dit. En dit was niet helemaal de bedoeling om te kopen. Maar ik zag hem liggen en ik heb echt hardop gelachen in de boekhandel. Op een gegeven moment zag ik de jongen achter de kassa gewoon kijken van, gaat het goed daar? Ik dacht, ik moest gewoon echt hardop lachen. Ik moest echt mijn lachen inhouden. Maar dit is dus een klein boekje, niet echt een leesboek. En dat gaat over beslisbomen. En er zitten echt zulke grappige dingen bij. Sommige dingen zijn ook gewoon wat minder mijn ding. Maar er zitten echt zulke grappige dingen bij. Ik zal even wat opzoeken.
hier. Ik stuurde bijvoorbeeld een foto hiervan naar mijn ouders toe. Nou, dan heb je dus... Wat voor een vogel is het? Nou, mijn vader is echt een vogelspotter. Dus ik ga even een paar dingen voorlezen. En dan is het met zo'n ja of nee beslisboom, zeg maar. Denkt u een vogel te zien? Ja. Snel, pak een verrekijker. Ja. Is het ineens donker? Ja. Haal de beschermdopjes van uw verrekijker. Oh ja. Als je door de verrekijker naar de vermeende vogel kijkt, lijkt hij dan dichterbij of verder weg? Verder weg. U moet door de andere kant van de verrekijker kijken. Oh ja. Kunt u alles mooi en helder zien? Nee. U moet even scherp stellen. Ziet u nu beter? Nee. Poets de ruitjes van uw verrekijker. Nee. Is er misschien iemand tussen u en de verre vermeende vogel in komen te staan? Nee. U moet even met uw verrekijker langs bij een gecertificeerde onafhankelijk verrekijker-expert. Nou ja, zulke dingen. Ik moest er zo hard om lachen. En aan de andere kant staat dus deel 2 daarvan, van wat voor vogel is het. En dan staat op een gegeven moment zwaait de vogel. En als je dan zegt ja, dan zegt ze dat is geen vogel, dat is de buurman. Dus ja, het is gewoon super stom, maar het is gewoon echt, echt heel erg grappig. En je had ook ergens nog iets van een boek. Oh, hier. Wat voor een hobby past bij u? Bent u graag binnen? Ja. Houdt u van zachte materialen? Ja. Wilt u iets maken? Nee. Op de bank onder een dekentje liggen is de perfecte hobby voor u. Nou, echt. Ik moest hier gewoon echt heel hard om lachen. Dus ik stuurde een paar foto's hiervan naar mijn ouders toe en mijn moeder zei, koop dat boek, ik wil hem ook zien. Dus ik heb hem nu gekocht. Ik ga hem gewoon vanavond even doorbladeren. En dan gaat hij daarna naar mijn moeder toe. Want ik weet zeker, die moet hier heel hard om lachen. Want er is ook iets van... Met frikandellen staat erin. Is er een frikandellencrisis? En dan hier hebben we er dus ook nog eentje. Heeft u nog een boek nodig? Heeft u al een boek? Ja. Meer dan één? Ja. Dubbele rijen boeken in de kast en hoge stapels op het nachtkastje. Dat werkt? Ja. Hé, hey, wat lekker, wat een rijkdom. U bent een fijn mens. En fijne mensen mogen altijd meer boeken. Dat is goed nieuws, hè? Nou, kijk, dit is... Oké, ik kan er nog wel 10 gaan vertellen. Maar dit was dus hartstikke leuk. Die heb ik gekocht. En verder heb ik ook nog een boek gekocht. En deze heb ik voor mezelf laten inpakken. Omdat ik dacht, ja, ik wil hem gewoon helemaal heel thuis krijgen. En hij moet nog in mijn koffer. Dus dan is ingepakt beter. Maar hierin zit morgen, morgen en morgen. Ik twijfelde er al heel lang over om hem te kopen. En nu dacht ik, ja, weet je wat? Ik koop hem gewoon. En dan heb ik ook mooi meteen een herinnering aan Antwerpen in mijn boekenkast staan van deze. Wanneer ik hem ga lezen, geen idee. Maar toen vroeg ik dus aan die jongen achter de kassa, die al een beetje moest lachen omdat ik hardop zat te lachen, mag ik er een tasje bij? Krijg ik gewoon deze tote bag er gewoon gratis bij. Dus ja, mensen laten lachen, dat helpt denk ik altijd. Dus dat heb ik gehaald. En dat is alles wat ik heb gekocht. Op zich valt er nog wel mee wat ik allemaal heb gekocht vandaag. Want we zijn ook niet echt gaan shoppen. We hebben vooral heel veel gelopen. Ik heb vandaag 18.000 stappen gezet. Dat staat gelijk aan bijna 13 kilometer. Dus ik heb meer dan genoeg gelopen vandaag. Nee, ik heb echt een hele leuke dag gehad. Maar wat ik zei, ik ben nu wel een beetje moe. Plus het was 30 graden, dus het was ook best wel warm. Gelukkig op een gegeven moment ging de zon weg en werd het wat koeler. Maar nee, ik ga gewoon lekker rustig aan doen vandaag. Morgen komt Patricia. Morgen gaan we naar de dierentuin. Daar heb ik heel erg veel zin in. Dus morgen wordt ook weer een drukke dag. En ja, zie jullie morgen weer. I haven't been myself for the longest time. Can't blame my health. Just feel like I'll be better off. Somewhere else. Somewhere I can hide away. Never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but I don't want to. So I live to die, hoor. Till I feel red and sweet. Nieuwe vlogger. Keep my heart beating. Give me more belief in. You know, one day I will find a way to feel something. Just
Keep my heart beating. When I break it down, one pill at a time. I hate to feel, but you're showing me that I'm not broken. Anyone else would just run and hide, but not you. I hate to dwell on all the expectations. I know I get too much and too soon. Yeah, I don't want to overwhelm you, 'cause I'm the riding string. Riding string, but just know, keep my heart beating. Give me more to believe in. You know, one day I will find a way to feel something. Just keep my heart beating. It's playing on my mind. It's starting up my darkest ways, and it's staying always. Yeah. I see my own demise. This time nothing will get me through this, but there is. 'Cause you keep my heart beating. You give me more to believe in. You know, one day I will find a way to feel something. Just keep my heart beating. Keep my heart beating. Give me more. You know, one day I will find a way to feel something. Just keep my heart beating. Haven't been myself for the longest time. Can't blame my health. Just feel like I'll be better off somewhere else, somewhere I can hide away and never be found. I hate to dwell in all this complication. I know I will find my way out soon, but I don't want to burden you till I feel right as rain. But just know, keep my heart beating. Give me more to believe in. You know, one day I will find a way to feel something. Just keep my heart beating. When I break it down, one pill at a time. I hate to feel, but you're showing me that I'm not broken. Anyone else would just try and hide, but not you. To dwell on all the expectations. I know I get too much and too soon. Yeah, I don't want to overwhelm you, 'cause I'm the riding string. But just know, keep my heart beating. Give me more to believe in. You know, one day I will find a way to feel something. Keep my heart beating. It's playing on my mind. It's starting up my darkest of ways, and it's staying always. Yeah. I see my own demise. This time nothing will get me through this, but there is. 'Cause you keep my heart beating. You give me more to believe in. You know, one day I will find a way to feel something. Just keep my heart beating. Het is vrijdagavond, 8:15 ongeveer. En ik ben net terug. Ik heb echt een heerlijke dag gehad met Patricia. Echt, het was gewoon weer zo gezellig. We hebben zo hard gelachen weer. Echt heel vaak gewoon een slappe lach gehad. Dus dat was echt heel erg leuk. Vanochtend regende het eventjes. Ik werd vannacht ook wakker omdat het echt heel hard regende. Maar eigenlijk ben ik wel droog gebleven. Behalve mijn broek. Want ik heb die flared broek aan die dus op de grond hangt. En dat was niet zo handig vanochtend in de regen. Maar goed, ik gooi hem thuis wel in de was. Eerst vanochtend even ontbeten vlakbij station. En toen kwam Patricia. Bij station heb ik er opgehaald. Hebben we lekker Starbucks nog even gedronken. IJskoffietje daar.
En toen zijn we naar de dierentuin geweest en lekker in de dierentuin rondgelopen. Daar nog geluncht. En ze hadden daar allemaal eten. En ik zag staan kipnuggets met friet en appelmoes. En ik dacht, ik heb zin in kipnuggets. Dus ik bestel kipnuggets, maar dat was dus een kindermenu. En toen kreeg ik het ook echt op zo'n kindertijgerbordje. Nou, we hebben echt heel hard gelachen daarom. Maar het was wel lekker. Het waren lekker kipnuggets. En ja, gewoon de hele dag lekker in de dierentuin gelopen. En toen zijn we daarna pizza gaan eten. Dat had ik vorige week, denk ik, al gereserveerd. Ik was al een beetje aan het kijken van waar zouden we kunnen gaan eten 's avonds. Dus hebben we echt, die pizza was bellissimo. Heerlijke pizza. Echt een aanrader. Ik zal trouwens alle plekken waar ik deze week ben geweest, zal ik per dag even hieronder in de beschrijving zetten. Zowel waar ik heb gegeten als de musea's die ik heb bezocht enzovoort. Dat, mocht je ooit naar Antwerpen willen, dan kan je dat zien. Ik denk niet dat ik de B&B hierin kan linken, omdat het zo'n Airbnb is. Maar ja, mocht je het echt willen weten, kan ik het je eventueel via Instagram DM of zo misschien sturen. Geen idee. En nu zit ik weer op de kamer, of op kot, zoals de tieners zeggen. En ik ben moe. Ik ben echt zo ontzettend moe. Ik merk echt dat ik op ben. Ik heb nu, even kijken, ik ben op mijn horloge aan het kijken, 17.533 stappen gezet weer vandaag. Dat is 13 kilometer weer. En gisteren had ik natuurlijk ook 15 kilometer gelopen in totaal of zo. Eergisteren ook veel gelopen. Ik merk nu wel dat ik 30 ben. Nee, dat valt nog wel mee. Maar ik merk wel dat het gewoon een hele tijd sjouwen is. En vandaag in die dierentuin, dat is gewoon slenteren. Is de hele dag slenteren. Dus ik heb last van mijn benen. Maar ik ben ook wel echt heel erg moe. Dus ik twijfel of ik zo even in bad ga liggen. Of dat ik gewoon ga douchen. Ik weet het nog niet. Ik denk als ik zo, ik neem zo mijn spullen mee naar de badkamer. En dan beslis ik daar wel waar ik zin in heb. En ik weet ook nog niet wat ik morgen ga doen. Want morgen moet ik om 10 uur hier eruit zijn. Maar dan zal ik al wel weg zijn, denk ik. Ik ben van plan om mijn koffer op Centraal Station in zo'n bagagekluis te stoppen. Met mijn rugzak. Oh jeetje. Moest een boer laten. Hoe erg. Maar om daar dan spullen in te stoppen. En misschien heb ik morgenochtend wel zoiets van, ik wil gewoon heel graag naar huis. Ik ben echt heel moe. Ligt ook een beetje aan hoe ik slaap vanavond, denk ik. Maar het plan is eigenlijk om nog even de spullen in de bagagekluis te leggen. En dan of nog naar een museum te gaan. Of gewoon nog even lekker chill in de stad te zijn. Maar ik weet het niet. Kijk gewoon morgen echt even hoe de dag loopt waar ik zin in heb. Oh ja. En we zijn vandaag, want we hadden nog tijd over toen we naar de dierentuin waren geweest. En voordat we naar de pizzeria zouden gaan. We zijn de boekenwinkel in geweest. Ik heb weer een boek gekocht. En 2 boekenleggers. Want ik had nog geen boekenleggers. Nee, ik ga maandag, als ik thuis ben, misschien zondagavond al, dan start ik een nieuwe leesvlog. En daarin ga ik alles laten zien qua boeken en dergelijke. Het ligt nu ook op tafel daar. En ik ben moe en ik heb spierpijn en ik heb geen zin om op te staan. Dus daar moet je nog maar een weekje op wachten. En we zijn nog even de lus in geweest nog een keer. Maar daar heb ik niks gekocht. Want ik had daar gisteren al dingetjes gekocht. Dus echt een heerlijke dag gehad. Ik vond het echt weer heel fijn. Heel leuk. Ook gisteren met Zoe was ook gewoon weer echt heel fijn om elkaar gewoon weer even te zien. En dan denk ik, dan ben ik gewoon zo blij dat ik door internet eigenlijk 2 zulke goede vriendinnen heb gekregen. Die ik ook wel zeker jaarlijks zie. En dan gewoon een dagje mee ga afspreken. En dat het gewoon zo gezellig is dan. En dat maakt zo'n weekendje hier ook wel wat minder alleen. Ook al voel ik me niet alleen. Maar het is toch wel fijn om dan ook wel mensen te hebben om mee af te spreken. Dus, ja. Ik ga even bedenken of ik in bad wil of dat ik wil gaan douchen. En dan zie ik jullie morgen weer. Laatste dagje morgen.